is natuurlijk voetbal. We concurreren met... Dat vinden wij. We concurreren met Barcelona AC Milan vanavond. We concurreren niet met Barcelona AC Milan. We bieden een mooi programma voor de mensen die daar minder mee hebben. Ja, oh ja, oké, zo kun je het ook zeggen. Ja, voor jou zijn we van de woensdag naar de dinsdag gegaan. Daardoor kan ik nu niet schilleren, eventjes voor de goede orde. Ja, en kan ik geen voetbal kijken. Ja, dus we zijn er veel beeld geschoten. De microfoon staan aan, hoor ik net. Welkom bij Topnames, goedenavond. Erwin Blom, Roland Stekelenburg, te gast Brenno de Winter. Je bent... prachtig lijkt me dat. Je kan zeggen dat je journalist van het jaar bent. Was je vorig jaar, hè, meen ik? Ja, inderdaad. Ben je er trots op? Wel een beetje, ja. Omdat je het is niet iets waar je zelf voor kunt opgeven. Het overkomt je. En dat vind ik super stoer. Dat dus anderen dus dit zelf hebben bedacht. Dat ze mijn werk wel mooi vonden. En ik vond het vooral heel ongemakkelijk. Want je bent gewoon met je vak bezig. En niet met dit soort dingen. En ik vond het wel stoer. Bizar. Je werkt onder meer voor Webwereld en Nu.nl. Dat zijn twee van je opdrachtgevers. Je zou kunnen zeggen, denk ik, jij hebt ICT-journalistiek in Nederland op de kaart gezet de afgelopen 10 jaar. Afgelopen jaren met name. Hè. Zaken als OV-chipkaart die te hacken bleek te zijn of waar je gratis op kon reizen. Ja. Zo is er een hele lange rij van dingen. Daar komen we ongetwijfeld straks op te spreken. Maar je bent... wij hebben school van journalistiek gedaan allebei. Nee hoor, ik niet. Nee, jij niet? Nee. Jij hebt, wat heb je ook weer gestudeerd? Communicatiewetenschap. Ja, helaas. Ja, en ik geen van beide gestudeerd. Geen van beide, dat was mijn vraag. Ja. Hè? Want je was ooit ICT-consultant. Ja. En ben je journalist geworden. Laten we daar even beginnen. Waarom? Nou, ik zag na 11 september een aantal dingen gebeuren die ik gewoon echt eng vond. De Patriot Act kwam en voor mij was al heel snel duidelijk dat waar het naartoe zou gaan is allemaal ICT gerelateerd. Geautomatiseerde databases. Nieuwe vormen van het in de gaten houden van mensen. En vooral dat mensen niet snappen wat de risico's eraan zijn. Maar was echt voor jou op 11 september, toen die aanslag gebeurde, onmiddellijk duidelijk wat de impact daarvan zou zijn? Nee, op dat moment. Want je zegt toen heb ik het eigenlijk besloten. Nou goed, daarna weet je, de maanden daarna zie je een reactie komen. Ik had kennissen verloren. Dus je bent zelf ook nog in die woede eerst van dat nergens op slaat. Dat zijn systeembeheerders die nu opeens dood zijn. En daarna opeens begint het besef te komen van hoe wij nu reageren is ook niet normaal. En wij nemen nu maatregelen die gewoon niets meer te maken hebben met een goede rechtsstaat. En we zijn aan alle kanten dat aan het uitkleden. En voor mij was het meteen duidelijk wel toen dat besef begon te komen dat technologie daar een centrale rol in gaat spelen. En dat overheden daar helemaal niet mee kunnen omgaan. Nou, dat hebben we denk ik vorig jaar wel gezien. Ik moet zeggen, dat is gebleken. Ja. Maar dat was toen nog een vrij afwijkend standpunt, denk ik. Ja, op dat moment was je, zoals sommige Amerikaanse vrienden zeiden, dat je antipatriotistisch was geworden. En daar was gewoon nul ruimte voor discussie. En dat was ook opeens raar, dat mensen waar je het altijd goed mee kon vinden. Daar was het opeens, je moest voor de regering zijn en er was geen andere optie. En dat vond ik wel heel, heel, heel scary. Ja. En dan ben je inderdaad tijdelijk, ga je even tegen de stroom in. Maar je ziet nu natuurlijk dat de maatschappij toch wel aan het veranderen is. En dat mensen zich daar juist wel heel erg veel zorgen over maken. Maar goed, jij maakt je zorgen. Maar waarom dan journalist? Nou, omdat dat de plek is waar je dingen kunt aanpakken. Dat is de plek waar je mensen op gewoon harde feiten kunt wijzen. Kunt duiden van hier is dit en dit aan de hand. En ik zag eigenlijk geen andere methodiek dan dat te doen. Dus met vallen en opstaan heb ik leren schrijven. En ben ik aan de slag gegaan. Maar wel met als doel voor ogen. Dat we een aantal dingen fundamenteel anders moeten doen. En dat we op zijn minst een debat over zaken moeten hebben. Als je kijkt naar de overchipkaart. Dan vind ik niet erg dat je een vorm van opslag hebt. Maar wat ik wel erg vind is dat het erin sluipt zonder dat er enige vorm van discussie is. Vinden wij het wenselijk dat er een bedrijf is dat elke reisbeweging 2 jaar lang vast bijhoudt. En Duitse vrienden van me, die snappen daar dus helemaal niets van. Van maar wij hebben ooit een Stasi gehad en dat hebben wij dus nu geautomatiseerd. En van een precisie die we nog eerder niet hebben gekend. En als je dat snapt en dat de consequenties zijn, kan wat mij betreft de uitkomst prima zijn dat we het oké vinden. Ja, maar als je daar al druk over maakt, dan moet dit wel een hele slechte tijd van jou zijn. Hè? Met
Facebook die alles van iedereen weet. Alles wat vastgelegd wordt. Nou, ik denk dat het juist precies op tijd is dat je dus nu mee bezig bent en mensen dus op problemen wijst. En dat je dus nu ook politiek langzamerhand ziet beseffen van ja, wij moeten de regels gaan stellen. Want Facebook zelf, dat kan niet meer. En kijk, eerst was ook nog van ja, maar je doet ergens vrijwillig aan mee. Nou, Facebook doe je al lang niet meer vrijwillig. Als je Spotify wil gebruiken, moet je dus een Facebook-account hebben. En vervolgens is er een bedrijf dat dus bijhoudt wat jouw muziekvoorkeur is 's avonds. Nou, dat is soms gewoon heel persoonlijk. Dat zegt iets over je gesteldheid. Je omgeving gebruikt Facebook. Mijn middelbare school waar ik op heb gezeten organiseert een reunie eind van dit jaar. Waar wordt zeg maar het contact weer gelegd op Facebook? Dan kan ik wel zeggen van ja, ik ga dus heel eigenwijs Facebook niet gebruiken. Maar dan sluit ik mij sociaal buiten. Wat ik nou zo intrigerend vind aan wat jij doet, is dat de meeste mensen die gaan mee met dit soort trends, die doen dat, die zijn gevoelig voor argumenten als van ja, als je niks te verbergen hebt, wat is nou het probleem? Jij bent altijd vanaf dag 1 zeer pertinent tegen dit soort dataopslag geweest, zonder dat daar controle op mogelijk was. Waar komt dat bij jou vandaan, persoonlijk? Nou ja, dat komt denk ik dat mijn vader heeft me dat met de paplepel ingegoten. Maar wat deed jouw vader? Die kwam uit een Joodse familie en die, daar zijn 29 mensen vermoord. Dus de gevolgen van een kwaadaardig regime, die klap dendert nog door in mijn leven. En dan ben je ook heel bewust van wat de risico's zijn. En jij denkt elke dag bij wat jij doet, hou jij dat in je achterhoofd? Nee, dat is niet zo. Nee. Ja. Het is, weet je, het zit gewoon in je systeem. Je beseft dat je bezorgd moet zijn. En dat is het ook wel zo'n beetje. Het is niet zo dat ik elke dag opeens zit te denken van ik doe dit voor die en die. Helemaal niet. Ik doe het gewoon omdat dit het juiste is om te doen. Hè? The right thing to do. Het is gewoon heel goed om dit debat elke keer te zoeken. En elke keer kritisch te staan van jongens, dit gaat niet goed. En ik heb niks te verbergen. Ja, dat argument. Je kunt daar als activist heel erg in gaan staan. Hè, van dat is een fout argument. Maar je kunt ook gewoon laten zien op basis van keiharde feiten dat dit niet goed gaat. Nou, ik denk bijvoorbeeld vorig jaar met Lektober zag je gewoon een structuur van bedrijven en overheden. Voor wie het niet weet, hè, Lektober, leg even uit. Oktober, een hele maand, webwereld. Ja, we hadden DigiNota gehad. En tijdens de hoorzitting vroeg een van de Kamerleden aan mij of dit toch niet gewoon een incident was. En dat was het natuurlijk niet. Dit is een structuur van dingen die misgaan. Dus ik heb... Voor wie het vergeten is, DigiNotar, het bedrijf wat beveiligingscertificaten afgaf. En dat bleek gehackt te zijn, waardoor alle websites van de overheid eigenlijk niet goed meer te vertrouwen waren. Ja. Ja. Nou, ik wilde laten zien dat er een structuur was, terecht, denk ik. En ik had dus als slogan elke dag een lek. En zo hebben we gemeentesites laten zien. Cheap Tickets is langsgekomen, dat lek bleek. Een vliegschool. Nou, eigenlijk hele schokkende dingen. En het grappige was, als je mensen dan belde van ja, klopt het dat uw gegevens daar geregistreerd staan? En dan hebben al die mensen die niks te verbergen hebben, die worden opeens gewoon heel emotioneel daarover. Dus die vinden dat knap vervelend. Hey, je toont aan dat die lekker zijn. Wat ik me zo afvraag bij techniek. Hoe komt dat? Komt dat doordat de partijen of de gemeentes dat die onvoldoende de gevaren zien? Of gaat de techniek harder? Gaan zeg maar de mensen die de lekken kunnen aantonen of lek kunnen schieten, gaat dat sneller dan de andere ontwikkelingen kunnen gaan? Nee, ik heb heel sterk het gevoel dat het te maken heeft als, net zoals rijden zonder gordel, ik krijg toch geen aanrijding. Weet je, bij mij gaat dat wel goed. Waarom zouden mensen mij willen hacken? Ik heb toch geen informatie die van waarde is. En dan is het gemakzucht, misschien ook wel een beetje onkunde, hè, van niet weten hoe je dit moet voorkomen. En daar ook niet over na willen denken, want ja, het kost geld en je kunt eigenlijk zoveel leukere dingen doen. Ja. Je zei net, je kan heel activistisch zijn, maar jij, als ik jou hoor, je zit wel dicht tegen activisme, toch? Nou, ik zou het participerende journalistiek willen noemen. Ik neem wel een standpunt in, dat heb ik vanaf het begin gedaan. Ik vind dat ook kan als journalist. Maar ik vind dat er ook een einde aan jouw bemoeienis is.
Je laat zien dat de Tweede Kamer structureel is voorgelogen met de overchipkaart. Je laat zien dat dat ding lek is. Dan is het aan de Kamerleden. En of ze nu wel of niet doorgaan, dat is niet mijn probleem. Daar moet je gewoon afstand van kunnen nemen. Als je bij Wits of Freedom of iets anders zou werken, zou je doorgaan net zolang tot je... Ja, weet je, mijn journalistieke punt is gemaakt. Er is geen Nederlander die met twee hersencellen die deze kaart nog serieus neemt als een veilige en goed doordachte oplossing. Dat weten we nu. Dan moet je naar het volgende onderwerp overstappen en verder gaan en dat ook loslaten. Dat heb ik wel moeten leren, maar dat lukt best wel goed. Ja. De overchipkaart heeft voor jou ook nog wel een heel vervelende episode gehad. Want je bent op een gegeven moment aangeklaagd. Ja. Heeft dat impact gehad op je werk? Ja. En voor wie het niet weet, je bent aangeklaagd omdat je natuurlijk huiscomputervredebreuk had gepleegd om aan te tonen wat je hebt aangetoond. Ja, ze hadden drie verdenkingen uiteindelijk. Ze begonnen met inderdaad het manipuleren van een waardekaart. Er staat 6 jaar cel op. Ik zou worden verhoord en daarna kwam erbij computervredebreuk en het voorhanden hebben van hulpmiddelen voor het manipuleren van de waardekaart. Ja, dat is een hele zware verdenking. Ja. Dat heeft behoorlijk impact op mijn leven gehad. Een van de dingen is, je voelt je niet meer vrij om gewoon je werk te doen in alle vrijheid. Als ik nu wat over de OV-chipkaart schrijf, nemen mensen mij nog serieus? Gaat een hoofdredacteur niet zeggen, ja, dit is gewoon wrekend bedoeld? Dus je wordt ook als professional op de proef gesteld. Je krijgt ook voor jezelf wel de vraag van, ben ik toch niet te ver gegaan? Er is ook een fase geweest dat ik heb overwogen om te stoppen met journalistiek. Van, misschien zit ik toch wel fout. En toen kwam op een gegeven moment een inzameling van nu.nl, Webwereld, Je had 2500 euro nodig om je proceskosten te betalen. Nou, dat werd dan 5000 volgens mij. Ja, 7500 uiteindelijk is het geworden. En dat is dus gewoon 3 keer zoveel als gevraagd. En toen was ook wel duidelijk van, ja, dit slaat gewoon helemaal nergens op. Heb je echt wel gesterkt, hè? Ja, het was ook meteen, kijk, eigenlijk ook naar het OM. Kijk, dit zijn dus gewoon honderden mensen die achter me staan. En die daar dus ook echt geld voor over willen Waarom maken. Waarom denk jij dat het Openbaar Ministerie jou zo hard heeft geprobeerd aan te pakken? Ik denk omdat TransLink Systems, en daar heb ik ook signalen voor, bronnen zeggen mij, maar ik kan dat niet controleren, is dat de directeur van TransLink Systems, Gert-Jan Kroon, bij herhaling het Openbaar Ministerie heeft gebeld dat hij dit wilde en ook heeft gedreigd om zelf anders naar de rechter te stappen. En dan heeft het OM eigenlijk relatief weinig keus. Het is het bedrijf achter de OV-chipkaart. Ja, TransLink Systems is die organisatie die kaarten uitgeeft. Ja. En ook verantwoordelijk is voor het falen ervan. Die begonnen dus te dreigen richting het OM. En dan moet het Openbaar Ministerie wel gaan onderzoeken. Want anders heb je wel een heel zwak CEPO. En later zeiden ook advocaten tegen me van, ja, dit CEPO is het best gemotiveerde CEPO dat ik gewoon de laatste 15 jaar heb gezien. Ja. Dus het was heel duidelijk dat het Openbaar Ministerie gewoon echt van deze zaak af wilde. En er niet op zat te wachten. Ja. En zij waren er ook aan het eind wel klaar mee. Dat liet dus ook wel heel duidelijk merken. Ja, het was natuurlijk ook uiteindelijk een redelijk kansloze onderneming. Ja. Kun jij eens vertellen hoe je werkt? Welke dingen pak je aan en waarom? Het is heel vaak, dat klinkt misschien flauw, maar op gevoel. Van nou, hier zou wel eens een groot goed verhaal in kunnen zitten. Over chipkaart wilde ik in het begin helemaal niet doen. Totdat dus bleek dat ding lek was. En er veel meer aan de hand was dan ik initieel door had. Dat hacken ben ik pas ook gaan doen op het moment dat ik wist dat dit voor de mainstream interessant zou zijn. Nou, dat wordt pas interessant op het moment dat Jan met de pet ook zelf zijn kaart kan gaan zitten kraken. Dus je moet wachten tot er software is. Nou, dat heeft best lang geduurd, bijna 3 jaar. En dan moet je het ook zo uittesten dat er geen enkele discussie meer mogelijk is achteraf. Mm-hmm. Andere dossiers, zoals DigiNota, dat klopte gewoon niet van de eerste seconde. En dat was zoiets van, daar moet ik me in vastbijten. KPN was gewoon om de omvang een dossier waar ik me gelijk in wilde vastbijten. Dus het heeft wel, er moet wel iets zijn. Soms vragen overheden er bijna om. Weet je, dan heb je een dossier en dan stel je gewoon een paar vragen van, ja, wil ik hier wat mee? Soms, heel vaak bel ik een organisatie en dan wordt het uiteindelijk helemaal niets. Maar als dan opeens een overheid hak in het zand gaat doen, ja, dan wordt het dus interessant. Ja, jij bent ook de man geworden, de superwobber, de man van de wet openbaarheid bestuur. Voor wie dat niet weet, dat is een procedure waarbij je overheidsgegevens kunt opvragen. Hè? We beroepen op een wet, en die heet de wet openbaarheid van bestuur. Dat is toch ook wel een heel bijzonder specialisme. Op basis waarvan beslis jij nou
dit vertrouw ik niet, ik doe een beroep op de WOP en ik ga die gegevens opvragen. Want je moet dat heel specifiek aangeven wat je wilt hebben. Ja, nou nu voor mij is de drempel relatief laag. Als ik iets nieuwswaardig is of gewoon een groot algemeen belang heeft, dan WOP ik. Maar dat doe je 3 keer per dag, 10 keer per dag, 2 keer per week? Nee, dat wisselt. Heb je daar een app voor? Nee. Groot wobber. Nee, want het is heel specialistisch werk. Dat klopt wel. Dus als je het via een app zou doen, dat zou heel onhandig zijn. Nee, het is echt, je moet exact aangeven hoe en wat en waarom. Ja. Ook daar speelt heel vaak toch gevoel een rol. En gewoon iets van, dit kan niet. Bijvoorbeeld. Wat is de laatste wop die je hebt gedaan? De laatste wop die ik de deur uit heb gedaan, is er eentje naar de korpslandelijke politiediensten. Waar ik vraag naar een systeem wat ze gaan bouwen om openbare bronnen in de gaten te houden voor continu. En dan gaan ze kijken wat voor misdaden mensen van plan zijn om te plegen. Ja, dat heeft een heel hoog minority report gehalte. Ja, daar wil ik gewoon alles van weten. En openbare bronnen, wat bedoelen ze daarmee? Social media? En dat mag dus eigenlijk helemaal niet. Zij mogen niet continu iets in de gaten gaan houden. Dus dit roept heel veel vragen op. Nou, dan wil je eerst gewoon weten hoe zit dat project in elkaar. Wat doen ze wel, wat doen ze niet. Wat hebben ze aan Europa gevraagd? Nou, dat soort zaken. Dus er ligt ook een WOP-verzoek bij de Europese Commissie. Ik heb in een aantal andere landen over dit project wat vragen gesteld. En dat komt dan bij elkaar. En dan ga je eens kijken of dit iets is waar je heel veel aandacht aan wilt besteden. Dus soms is het gewoon heel vragend onderzoekend. Nou, Irak heb ik gewopt omdat ik het gewoon belangrijk vind dat al die documenten gewoon boven tafel komen. En daar hoef ik niet eens zoveel over te schrijven. Maar als je deelneemt aan een oorlog, hoor je daar gewoon achteraf rekenschap over af te leggen. Hey, normaal gesproken, het is zeer arbeidsintensief werk wat jij doet. Ja. Normaal gesproken doen mensen dat in vaste dienst. Want dan is het... Dan vindt het bedrijf het belangrijk om het te doen, die tijd erin te stoppen. Ja. Jij moet het uiteindelijk uit je stukjes weer terughalen? Klopt, ik haal het uit mijn stukjes terug. Nou, je geeft nu ook wel eens lezingen, dus daar komt natuurlijk een deel uit terug. En een deel is... Kijk, je moet niet onderzoeksjournalist worden als je denkt van... ik wil even lekker binnenlopen, dan heb je het verkeerde beroep gekozen. Je doet dit omdat je een aantal dingen aan de kaak wil stellen. De schijnwerper ergens op wil zetten. En... Ja, dat doe je. En dat betekent dus inderdaad geen 40-uurige werkweek. En erg arbeidsintensieve dingen doen. Ja, wobben betekent ook heel vaak naar de rechter gaan. Nou, dat vind ik vervelend. Dat is gewoon gedoe. Weet je, dat is een paar keer is dat spannend en leuk. En daarna wordt het vooral heel erg saai en vervelend. Dus ik ben nu bezig met gevraagd in een team om de wet te herschrijven. Om dat dus in de toekomst te gaan voorkomen. Dat op zo'n makkelijke manier kan dat je niet zo vaak meer naar de rechter hoeft. En wie vraagt jou daar dan voor? Dit was GroenLinks, die is bezig aan een nieuwe wet. Dat gaat waarschijnlijk de nieuwe WOP heten. Nou, over een paar weken komt ook de volledige tekst op internet te staan voor een publieke consultatie. En een van de echt hele mooie dingen die je dan gaat veranderen is dat wij het Britse systeem gaan overnemen van een informatiecommissaris. Dus als dit door de Kamer komt, dan betekent dat je een informatiecommissaris krijgt die gaat beslissen over het verzoek. Nou, dan krijg je dus dat als een overheid zijn werk niet goed doet, nou, dan kan een paar weken later de informatiecommissaris meteen ingrijpen. En dan hoef ik dus niet naar de rechter, want daar heeft al iemand onafhankelijk naar gekeken. Maar dan ben je weer afhankelijk van die informatiecommissaris. Ja, maar ik heb wel vertrouwen in iemand die als functie heeft juist de transparantie na te streven. En in Ierland en in Engeland lijkt dit heel goed te werken. Dus, en er zijn meer landen waar zo'n informatiecommissaris voorkomt. Dus is dit een ontwikkeling voor jezelf? Dat je zeg maar wil van het aantonen, het laten zien naar het verschil maken? Zoals nou ja, weet je, het mag nooit zo zijn dat Brenno de Winter bepaalt wat wel en niet in de openbaarheid komt. En als er straks een heleboel mensen hetzelfde kunnen doen... Dan kan het alleen maar mooier worden. Ja, want het is nu een specialisme hè, wat jij doet. Ja, het is heel ingewikkeld. Je moet de procedures kennen. Je moet precies weten hoe je dingen moet formuleren. Anders word je van het kastje naar de muur gestuurd. Jij zegt eigenlijk, iedereen moet kunnen wobben. Ja. Het gaat over openbaarheid, maar het wordt je niet makkelijk gemaakt om dingen openbaar te krijgen. Nee, ik moet heel vaak procederen. Ook bijvoorbeeld in bezwaar. Eindhoven's Dagblad is bijvoorbeeld een van mijn klanten. Nou, daar werd ik pas dus ingehuurd en er werden gewoon argumenten gebruikt die gewoon juridisch niet steekhoudend zijn. Maar ja, een gemiddeld journalist prikt daar niet doorheen. Want dat is zijn stil niet. En dat hoeft zijn stil ook niet te zijn. De taak van een journalist is om naar die overheid te stappen en ook van een gewoon burger van
u heeft documenten, ik wil meer informatie over dit onderwerp hebben. Geef mij die documenten. En dan moet die overheid gaan snappen dat dit een hele normale vraag is. Nou, als dat dus niet geautomatiseerd of automatisch meekomt met de wet uit 1980, dan moet de wet maar worden aangepast. Hey, dit is heel specifiek WOP. Ja. Je zei aan het begin even dat je eigenlijk heel snel zelf tot de conclusie kwam na 11 september dat technologie een sleutelrol ging spelen bij het beschermen van onze privacy. Ja. Hoe was je daar zo van overtuigd? En kun je ons nog eens uitleggen van wat dan die rol van die technologie is? Nou, een van de dingen was dat al heel snel werd gekozen om mensen die bijvoorbeeld een gevaar zouden vormen voor de samenleving op een lijst te zetten. En een van de rare dingen was, je kon wel op de lijst komen, maar hoe dat ging, dat werd je niet verteld. En okay. Hoe je eraf kwam al helemaal niet. En ja. Dat laatste was, dat is nog veel gekker. Kijk, dat je op een gegeven moment iemand je niet vertrouwt en je tijdelijk zeg maar zegt van wij gaan jou extra controleren. Maar dan moet je toch ook als burger de kans hebben om vervolgens te zeggen van ja, u beweert nu alles van mij, maar dit klopt niet, overheid. Nou, Ted Kennedy is natuurlijk een heel bekend voorbeeld van iemand die dus op een gegeven moment ook niet meer kon vliegen. Ja, dat is te bizar voor woorden. En dat is dan een bekend iemand. Laat staan dat je, of neem een gewoon burger. En probeer dan eens nog te gaan vliegen. Daar worden gewoon levens kapot gemaakt. Dus de technologie bepaalt vervolgens of je wel of niet in een vliegtuig mag. En ik geloof ook wel dat sommige Amerikaanse overheidsmedewerkers die zeggen van ja, wij weten ook niet precies hoe dat systeem zit. Dat klopt. Dat zij inderdaad gewoon een algoritme hebben bedacht. En daar dus fout op maken. Nou, een bekend voorbeeld daarvan was ooit een vlucht van British Airways. Die naar de grond werd gedirigeerd, want er zou een aanslag op worden gepleegd. En wat bleek te zijn, ze hadden software in zo'n nieuwsbar op Al Jazeera. En daar hebben ze een computer dat laten analyseren. En toen kwamen ze op een gegeven moment op een British Airways vluchtnummer uit. En dat moest dan dus wel die vlucht zijn. Ooit hebben ze een Air France kist bestormd, want er zat een persoon in die was typisch de naam van een terrorist. Klein detail was dat die persoon 9 maanden oud was. maar dat zat niet in het algoritme blijkbaar. Nee, en dat soort dingen maken dit dus zo ongelooflijk link. Er is een soort heilig geloof dat technologie altijd het goede zal doen. We hoeven ons nergens zorgen om te maken. Niet waar. Technologie heeft ook fouten, heeft ook problemen. En daar moet je oog voor hebben. Maar jij bent dus eigenlijk dagelijks met de problemen bezig. Ja. Wanneer is technologie voor jou nog leuk? Technologie is hartstikke leuk. Ik bedoel, we hebben net vooraf zitten praten over hoe mooi inderdaad alle Macs zijn die jij hebt gehad. Dat is superleuk. En ik onthoud ongelooflijk van technologie. Ik heb 2 mobiele telefoons. Ik heb diverse Macs. Ik heb PC's. Ik ben daar helemaal enthousiast over. Alleen de manier waarop je het gebruikt moet wel met gezond verstand. En dat gezonde verstand is een beetje aan het verloren gaan. Je ziet, kijk naar Leeuwarden, heb je camerabewaking. Wordt er onderzoek gedaan, komt uit het onderzoek dat die camerabewaking niet zo effectief is. Nou, dan denk je dat een gezond verstand dicteert dat je dan gaat stoppen daarmee. En gewoon weer gaat patrouilleren. Nee, wat doet Leeuwarden? Die gaat dus extra camera's ophangen. Het is een beetje de jongen die probeert te daten en wat niet werkt, gaat hij nog harder proberen, want misschien dat de volgende keer wel werkt. Ja, je kijkt dan ook heel erg naar die privacy issues, ook in je artikelen die je schrijft. Hoe kijk jij aan tegen de manier waarop mensen omgaan met social media en eigenlijk alles hun hele leven tegenwoordig vrijwillig delen met iedereen die dat wil weten? Ja, ik ben er niet meer van overtuigd dat het vrijwillig is. Nou ja, je kunt twitteren wat je wilt en dat hoef je niet te doen. Wat jij zegt is het account aanmaken bij Facebook, daar heb je gelijk in. Je kan bij steeds meer apps nog maar meedoen. Maar als we dat even buiten beschouwing laten. Weet je wel, er zijn sommige koppelverkopen, eens. Ja. Maar dan nog zie ik dat de gemiddelde Nederlander het eigenlijk prima vindt om alles maar op Facebook te zetten en te twitteren. Alles wat je bezighoudt te twitteren. Ja, maar omdat ik denk dat het bewustzijn er gewoon niet is. Welk bewustzijn? Het bewustzijn dat het soms heel onverstandig kan zijn om exact jouw locatie waar je bent op te geven. Bijvoorbeeld, en ik heb natuurlijk een beroep waar dat continu speelt. Dat als ik met een bron een afspraak heb, dat ik niet moet zeggen, nu zometeen een interessant gesprek bij de Starbucks in Utrecht. Je checkt niet in. En, nee, dat moet je echt. En als je dus daarover nadenkt, dan snap criminal je ook, badge. Precies. En dan snap je ook dat je de keer erop
de dag erop misschien beter ook niet kunt inchecken. Want de afwezigheid van informatie is soms ook weer informatie. Ja. Dus ik ben daar heel erg mee bezig. Maar mensen worden daar niet in opgeleid. Om te beginnen al proberen ze een Postbus 51-campagne te starten met een overheid die het zelf ook niet snapt. Dus ik denk dat het gewoon een gebrek aan inzicht en risicobesef is. En wij hebben geen enkel risicobesef als het op technologie aankomt. Maar je hebt wel een Facebook-account? Ik heb een Facebook-account. Want je hebt Spotify, dus je moet ja. wel. Maar wat deel jij daarop? Of hoe bewust ga jij met deze netwerken? Ja, ik ga er heel bewust mee om. Dus ik denk hier wel heel erg na over wat ik deel. En ik moet ook zeggen, het is ook leuk om soms dingen te delen. Weet je, je loopt met je hond, je ziet wat raars, maakt even een fotootje en deelt die. Alleen er zit bij mij wel een tweede keer van, wil ik dit werkelijk? Wat deel je nooit? Welke dingen vertel je nooit? Facebook, blijft het bij jou oppervlakkige waarneming? Dat soort nou, je zult bijna nooit zakelijke ontmoetingen bijvoorbeeld met bronnen of als ik met andere mensen iets afspreek. Daar ben ik heel, heel, heel terughoudend in. Omdat dat, kijk, de betrouwbaarheid voor mij als journalist, dat is mijn grootste kapitaal. Dus daar ben ik gewoon heel voorzichtig mee. Goed, ik heb tienerkinderen. Wat moet ik hun vertellen? Hoe moet ik hun in Facebook opleiden? Nou, ik vind het niet heel erg handig als je vertelt dat je van huis gaat en dat er niemand meer thuis is. Hopen dat er niet wordt ingebroken. Hekje spannend. Weet je, dat ja. zou ik niet doen. Maar ja, dat is dus heel lastig, want Wat kun je ze leren als alle vriendjes en vriendinnetjes hetzelfde doen? Ja, daar zeg ik altijd tegenover. Stel, als ik ergens wil inbreken. In de meeste huishoudens werken man en vrouw. De kans dat er vanaf 9 tot 5 geen mensen in huis zijn, is groot. Ja. De kans dat mensen in juli en augustus op vakantie zijn, is heel groot. Oftewel, zonder die informatie is inbreken even makkelijk. Klopt, maar er is veel andere informatie die je bijvoorbeeld ook niet wilt delen. Nou, ik had vandaag een leuk voorbeeld. Je belt met American Express en dan moet je je identificeren. En er wordt gevraagd, niet naar het geboortejaar, maar de geboortedatum van je moeder. En dan besef ik opeens dat ik daar pas nog een keer over heb getwitterd. Dus dat dit stukje informatie wat nu ter controle wordt gebruikt, ja, eigenlijk gewoon op Twitter staat. Is, ja. Moet ik nu die tweet gaan verwijderen? Weet je, dat is totaal onschuldig van gebakt gekocht ja. voor. Dat maakt het dus lastig. Ik kan hier geen zwart-wit antwoord op geven. Het is gewoon risicovol. Hey, een interessante vraag van Paulus Veldman. Dus volgens mij is dat ook het standpunt van Jeff Jarvis. Hij zegt, is het niet zo dat het delen van informatie aan het eind van de rit in de meeste gevallen meer voordelen dan nadelen oplevert? Oftewel, dat het daardoor steeds opschuift. Want het helpt, als meer mensen mij kennen, weten wat ik doe, kan het me ook helpen dat ze me nieuwe dingen helpen vinden. Dus de meer ik over me vertel, kan nou me ja, ook ik zelf ooit eens, of nou, met regelmaat doe ik gewoon mee bij journalistieke onderzoeken, stel ik wel vragen en dan word ik ongelooflijk goed geholpen door mensen. Als ik in de juridische problemen zit, dan is dankzij social media word je geholpen. Dus nee, die voordelen zijn absoluut aanwezig. En daarom dat ik de hele tijd loop te zeggen dat het stoppen ervan of niet doen, dat geen zinvolle actie is, veel zinvoller is dat je goede regelgeving krijgt. Dat overheden zich leren beheersen, omdat zij machtsmiddelen hebben die jij en ik niet hebben. Ja, en nou, wij zitten denk ik heel erg op dezelfde lijn. Ik roep het ook wel vaak op de radio. Het gaat denk ik ook heel erg om bewustwording. Ja. Dat mensen zich realiseren dat als ze een vraag gesteld worden, wanneer moet je daar eigenlijk antwoord op geven en waarom zou je dat doen? Ja, ik vind waarom vul je telefoonnummer in als het niet nodig is? Ja. Wat wil je daarmee bereiken? En dat je inderdaad uit social media gewoon dingen weggeeft, dat moet ook gewoon kunnen. Wij moeten Tuurlijk. Ook ons vrij voelen om dat te doen en zonder dat er een overheid daar misbruik van gaat maken. En daar moet je voor waken. En dat zou voor mij veel effectiever zijn dan inderdaad mensen nu gaan zeggen van nee, jij mag niks op Twitter zeggen. Want dat gaat gewoon niet gebeuren. Wantrouw jij per definitie bedrijven zoals Facebook die eigenlijk geld verdienen met profielinformatie? Nee, ik vind het geld verdienen veel minder link of gevaarlijk dan het gebruik op hele andere manieren. Een overheid die iets tegen jou gaat gebruiken omdat jij als kind iets hebt gedaan en dat in hun systeem staat. En daar nooit meer uitkomt. Ja. Precies, en waardoor jij bijvoorbeeld niet mag vliegen. Dat is veel. Dus jij wint je meer op over zo'n politieplan die eigenlijk de publieke bronnen willen gaan monitoren dan het feit dat die publieke bronnen er zijn? Ja.
Maar is het probleem niet even groot dat als ik wil solliciteren bij bedrijven, dat die bedrijven ook veel van die informatie nog steeds weten? Dat probleem is toch even... Ja, weet je, ik denk dat dat een fase is. We zijn allemaal een keer dronken geweest. We hebben allemaal dingen gedaan waarvan we het schaamrood op de kaak krijgen. Zeg ik ook altijd. Dat is wel bekentenis. Ja. Ik zeg ook dat als we gewoon zorgen dat we allemaal dronken op internet staan, is dat probleem verholpen. Ja, precies. Nee, maar weet je, kijk, je gaat nu een stel bejaarden krijgen die dus ons zeggen van, jij hebt je toen een keer misdragen en dat kan niet. Inderdaad, bekentenis. Ja. Ik ben ook wel stom dronken geweest en ik heb ook wel eens lopen lallen. En misschien gaat ooit iemand daar een filmpje van vinden. En ik heb lol gehad die avond. Dus ja. En deze wijn smaakt ook erg lekker trouwens. Okay. We gaan weer eerder beginnen met de wijn. Ja. Zodat wij die filmpjes kunnen produceren. Ja, waar ik nog wel even op door wil gaan. Erwin, noem dat al even. Jij kiest voor een freelance bestaan. Ik neem aan dat je zat andere opties hebt gehad in de loop der jaren. Hoe krijg je dat rond? Hoe hou je die schoorsteen rokend? Want ik heb altijd gezien in de journalistiek en collega's die vrijgesteld waren voor onderzoeksjournalistieke projecten. Die moesten echt heel hard werken vaak om 1 of 2 verhalen per maand op de rit te krijgen. Ja, ik heb geleerd om meer productie te draaien. Daar ontkom je gewoon niet aan. Ook soms is dat wel heel onprettig voor me. Ik krijg wat geld uit het voeren van die WOP-zaken. Nou goed, ja, uit je artikelen, je WOP-zaken. Ik geef training met enige regelmaat. Nou, daar haal je geld uit. En ik geef ook wel eens lezingen dat verdient. En dat bij elkaar zorgt voor een normaal inkomen. Maar nogmaals, toen ik consultant was, was het uurtje factuurtje. En dat is behoorlijk goed verdienen. Dat is voorbij op het moment dat je journalistiek gaat doen. Dus je moet voor lief nemen dat er een hele fase gaat komen waarbij je soms inderdaad heel weinig verdient. Ja. En dat is af en toe diep slikken geweest. En doe je dit nou echt voor de goede zaak? Of het is ook gewoon een heel leuk vak, hè? Het is een leuk vak en ik ben eerlijk gezegd niet zo heel erg met geld bezig continu. Dat is iets wat ik minder belangrijk vind. Inderdaad, ik sta 's ochtends op en heb zin in de dag. En ik heb wel eens projecten gehad in de ICT waar dat gewoon veel minder was. Ja. En wanneer, ik bedoel, inderdaad, waar zit voor jou de kick? Is het ding openbare die niet openbaar waren? Is het? Dat er nu in mei een parlementair onderzoek start naar ICT. En dat er heel veel onderwerpen die op de kaart staan door mij op het programma zijn gezet. Dat op een gegeven moment in de Tweede Kamer, en dan gaat het niet om het noemen van Brenno, maar dat dan Pierre Heijnen van de PvdA zegt, als we iets gaan bouwen, dan moet het wel Brenno-proof zijn. Dat dus nu het besef is doorgedrongen dat er anders een journalist gaat opstaan en die zegt, ho, waar zijn wij nu allemaal mee bezig? Kappen hiermee. En dat soort dingen. Dat je nu echt gewoon loon naar werken ziet. Dat er echt een besef is dat de Vereniging Nederlands Gemeenten nu echt met gemeentes om de tafel zit en zegt, dit kan zo niet langer. Weet je, er was op een gegeven moment een column geweest van Tof Tissen. Die is de baas van het programma King. En dat is het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten. En die heeft een column geschreven, Brenno heeft gelijk, dit kan zo niet langer. En dat soort momenten merk je dus gewoon dat er iets is veranderd in Nederland. Als gemeentesecretaris voel je nu niet op je gemak als je weet dat je ICT niet in orde is. Want je wordt gepakt, iemand trekt je onderbroek naar beneden en zegt, kijk, die staat in zijn piemel. En dat heeft nu gezorgd dat mensen echt wakker zijn. En als je nu mensen wel eens opbelt, krijg je ook wel eens de reactie van, oh mijn god. En ik bel alleen voor een afspraak met de tandarts. Maar wat je eigenlijk zegt, de laatste paar zinnen heb jij een aantal keren genoemd woorden als Brenno-proof, et cetera. Iemand zei het recent een keertje op Twitter. Brenno is gewoon een merknaam geworden. Je achternaam is niet eens meer nodig. Nee, gelukkig niet. Ja, daar heeft mijn vader slim gedaan. Om me naar een Zwitserse vriend van hem te noemen. Ja. Ja, maar ja, goed, jij hebt hem daarna. Heb je die naam hebben. Maar ik heb wel een beetje ook de hoop dat natuurlijk straks los van de naam, dat het besef er gewoon is dat mensen een recht hebben om hun gegevens goed beschermd te weten. Dat mensen gaan snappen dat als die gegevens worden gelekt, dat vervelend is. Ik had op een gegeven moment... Je focust, of dat heb je in ieder geval de afgelopen periode gaan heel erg op de overheid. Ja. Of semi-overheid, van overheidschipkaart tot gemeentes, Lektober, DigiNota-achtige dingen. Hoe kijk jij aan tegen de particuliere sector? Want
zijn natuurlijk een aantal affaires geweest, hè, van bedrijven die, waarvan alles op straat ligt. Cheap tickets. Cheap tickets, maar ook de grote hacks bij Sony PlayStation, die ik toch ook wel erg bedenkelijk vind. Denk je dat daar de focus de komende tijd niet moet liggen? Er is nauwelijks regelgeving, hè? Nog steeds niet. Ja, nou, dat is een heel groot probleem. Ik heb daar geen perfecte oplossing voor. Het lastige bij bedrijven is dat er veel moeilijker een vinger achter te krijgen is. Maar als ze langskomen en ik krijg de kans om daar de spotlight op te zetten, dan heb ik ook wel bewezen in het verleden, laat ik het niet na. Maar het is heel lastig zonder zelf te gaan hacken of de wet te gaan overtreden, om de aandacht op die bedrijven te richten. Wat ik wel doe. Ja, en toch, als je je RSS-feeds volgt en je leest ook alle kleine stukjes in de krant, er gaat bijna geen dag voorbij dat er ergens weer 1,5 miljoen creditcardgegevens op straat. Maar er zijn nu ook heel veel andere mensen die hier dus nu bewust van zijn dat dit A, belangrijk nieuws is en B, een probleem. Dus, waarom zou ik daar nu opeens nog harder moeten gaan hollen? Dingen die al op gang gekomen zijn, zeg jij, die lopen al. Ja, en dat gaat best goed. Nu moet het besef gaan doordringen. Dat die overheid, dat bedrijf, dat die internetprovider zelf de bandiet is of de wet overtreedt. De grap is dat elke keer wordt gekeken naar wat die hacker heeft gedaan. Nou, die hacker heeft een misstand aangetoond in mijn ogen. Goed werk geleverd. En vervolgens heb je een wet bescherming persoonsgegevens. En die wordt met voeten getreden, anders was het incident daar niet geweest. Daar moet de focus op gaan komen. En ik roep al langer, en ik hoop ook dat dat gaat gebeuren, dat mensen strafrechtelijk vervolgd kunnen worden als zij verantwoordelijk zijn voor grote datalekken. Het is te bizar voor woorden dat Cheap Tickets een server optuigt om vervolgens een Zwitsers filiaal op te richten met de data van zijn klanten. Nou, daar is hij nooit voor gegeven. Die klanten wilden een ticket. En dat ticket, daar moesten ze gegevens voor achterlaten. Er was nooit gevraagd, vindt u het ook goed als een Zwitsers filiaal gaan oprichten, dat we uw gegevens daarvoor gebruiken? En dan lekken ze opeens. Ja, dat kan niet waar wezen. Dan hoort eigenlijk gewoon een stropdas in handboeien te worden afgevoerd. Ja, en de meldplicht die er nu wel is, als er een datalek is, dat je dat moet melden, daarmee zijn we er nog lang niet, hè? Nee, die meldplicht is... Vorige week heeft Teva aangegeven dat er toch niet schokkend veel mensen bij het College Bescherming Persoonsgegevens gaat komen. Heel veel meldingen zullen niet onderzocht gaan worden. En het allerbelangrijkste, het slachtoffer mag niet worden geïnformeerd. In mijn ogen is het slachtoffer van een datalek is de burger. Ja. Ja, die overkomt het, die heeft de ellende ervan. En die wordt niet geïnformeerd. En als je kijkt naar de Amerikaanse meldplicht, dan gebeurt het wel. En hier staan bedrijven nog te stijgen van, ja, dit moeten we niet willen met elkaar. Nou, in Amerika zijn die ervaringen gewoon heel goed. Want bedrijven zijn echt bang om door hun klanten te worden benaderd. En als je kijkt naar die schikkingen, naar die schadeclaims, dan is het eigenlijk schandalig weinig wat mensen krijgen. Dan gaan ze om 2 of 3 tientjes de man. Dus daar hoef je het niet bang voor te zijn. En de ellende die je aanricht met datalekken is zoveel groter. Ik vind het te bizar voor woorden. Hey, je zei net, hè, die hackers die doen goed werk. Er zijn hackers die heel goed werk doen. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, er zijn natuurlijk ook heel veel hackers die er niet zijn om misstanden aan te tonen. Klopt. Hey, jij kiest een beetje voor de Robin Hood variant van de hackers. Ja. Maar in het buitenland en veel van de problemen komen niet alleen van de veiligheidskant. Nee, ook in Nederland. Kijk naar de hack van Pepper.nl. Ja, dat is wel een van de ergste lekken die we hebben gehad. Hè. Dat was die dating site en opeens gewoon van tienduizenden mensen staan er gegevens op internet. Ja, dat is geen Robin Hood actie. Dat is gewoon heel kwaadaardig. In concept was natuurlijk de aanval van op KPN met die gelekte lijst, die later door mijn onderzoek bleek dat opeens dat van Babydump afkomstig was. Dat vind ik ook gewoon tegen het criminele aan. Ja, dat is gewoon er alleen maar op gericht om een beursgenoteerd bedrijf kapot te maken. Dat is gewoon heel fout. Nee, die hebben we heel veel. Ik ga wel binnenkort komen met een initiatief om die hackers te gaan verleiden naar de andere kant te komen. En juist leuke dingen met hacken te doen. En dan wel net aan de binnenkant van de wet. Maar dat mag best spannend zijn. Interessant, hoe ga je dat doen? Ja, benieuwd. Nou, we hebben hackerspaces in Nederland. Daar zijn we nu bezig een programma voor aan het oprichten.
partners aan het zoeken. Echt op een leuke manier gewoon die mensen zinvol bezig te laten zijn. En ook daadwerkelijk heks te laten uitvoeren. Maar dan een lijstje met opdrachten van wat er allemaal moet gebeuren. Ja, en, zoiets zou je daar denk competitie. Ik... Competitie. Ja, ja, maar ook gewoon met real-life sites. Waar dus de partij van weet dat dit gebeurt. Dat ze ook weten dat het aan het eind van de rit in de openbaarheid komt. Maar natuurlijk wel erop gericht om dan dus fouten op te sporen. En laat mensen inderdaad maar zien hoe goed ze zijn in hacken. Maar graag binnen de marge van de wet. Want ik denk niet dat heel veel mensen beseffen wat voor schade ze aanrichten. Je maakt mij niet wijs dat die KPN-hacker door heeft gehad wat u voor schade aanrichtte. En de tweede is, heel veel van die hackers hebben geen flauw idee wat er gebeurt als zij in die strafrechtelijke molen komen. Zij realiseren zich eigenlijk, net wat je zegt, realiseren ze niet wat ze aanrichten en weet niet wat de consequenties zijn. Nee, dit zijn behoorlijk zware misdrijven waar ze van worden verdacht. Deze jongen zit dus nu inmiddels een dag of 10 al vast. Dat is best heftig lang, vind ik al. Ik vond 4 uur verhoor, vond ik op het politiebureau al veel te lang. Ja. Dus dat is gewoon heel heftig. Maar daarna wordt hij 18. Ja, en dan denkt hij van, nou, ik ben eigenlijk goed. Misschien zou ik wel bij de overheid willen werken. Nou, daar ben je dus al niet welkom. Ja. Vervolgens kom je dus bij het bedrijfsleven. Ja, die heeft vaak overheid als klant. Ben je dus ook niet welkom. Dus je hebt gelijk je toekomst verpest. En dan laten we dus nu mensen lopen met technische skills waar we over een paar jaar echt om zitten te springen. Nou, daar moet wat aan gebeuren. En daar hoop ik met een programma echt een verandering in teweeg gaan brengen. Nou, we zijn benieuwd. Prachtig, ja. Ik wil afsluiten met een tweet. Oh jee. Brenno is ooit dronken geweest. Hashtag vastgelegd nu. Hashtag FMT. Hashtag voor eeuwig. En terecht. Ja, van wie was die? Van, even kijken. Mikkel Langeveld. Oké. Is die bekende van je of niet? Nou, vaag komt dat wel bekend voor. Ja, dus misschien moeten we zo'n thema even gaan bedreigen. Dat hij zegt van, doe maar deleten. Ja. Oké, dankjewel. Ontzettend bedankt, het was zeer interessant. Ik zie ook aan de reacties dat mensen het zeer interessant vonden. Voor het weten zijn we weer 3 kwartier verder. Ja. Nou ja, we hopen je ooit nog een keertje terug te zien om weer verder hierover te praten. Mooi onderwerp. Hartstikke leuk. Dankjewel voor het kijken. Wij gaan straks hier natuurlijk weer verder voor de mensen die live kijken. Jullie weten dat. Blij dat jullie er zijn. We volgen niks van het voetbal. En jullie kennelijk ook niet. Wie waren er vandaag? Eventjes kijken. Peter Hazenberg is van Videobricks. En ik zei het deze week al in de nieuwsbrief. Dankzij de steun van alle supporters van Fast Moving Targets hebben we met Peter hier een compleet nieuwe studio kunnen inrichten. Dus we danken jullie zeer dat we hier veel meer programma's vandaan kunnen gaan maken. Marco Raaphorst zorgde voor de muziek. Esther Gons voor de vormgeving. En Dutchview Webcasting voor de stream. Wij waren Roland Stekelenburg en Erwin Blom. Dankjewel. Dag.